Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. En deze video gaat over scherpstellen. Scherpstellen is een van de belangrijkste dingen die je onder de knie moet hebben bij het gebruik van jouw camera. Want als je scherpstelling niet goed is, dan gaat er een heleboel meer niet goed. Een scherpstellen lijkt eigenlijk heel simpel, maar moderne camera's hebben allerlei instellingen. AFS, AFC, onderwerpherkenning, handmatige instelling, één scherpstelpunt of juist honderden. Welke moet je nou gebruiken? Nou, in deze video ga ik je dat allemaal uitleggen. Om te beginnen, AFS of AF single shot. De camera stelt scherp op het punt waar jij het scherpstelblokje hebt neergelegd en stopt dan met scherpstellen. Met andere woorden, de afstand waarop de camera heeft ingesteld blijft op dat moment hetzelfde. Dat is het meest geschikt voor stilstaande onderwerpen. Dus als je een stilleven fotografeert of een portret van iemand die op een bepaalde niet veranderende afstand van jouw lens staat, van jouw camera staat. Of landschappen, weet je, dat zijn allemaal voorbeelden van niet bewegende onderwerpen waarbij AFS een hele goede keuze kan zijn. Een andere optie is AFC. En dat is bij Canon noemen ze dat geloof ik servo autofocus. En die benaming die zegt het eigenlijk wel heel goed. Hè? Want servo dat slaat een beetje op volgen. Dus wat er bij een AFC instelling gebeurt is dat de camera het scherpstelpuntje op je onderwerp blijft houden ook als het beweegt. En zeker als het naar je toe komt of van je afgaat. Dus anders gezegd, als de afstand tussen jouw onderwerp en je sensorvlak verandert, dan corrigeert de camera daarvoor en daardoor blijft je onderwerp scherp in beeld. Je kunt denken aan vogels in vlucht, hè, die soms wat verder weg gaan of wat dichterbij komen. Of aan wielrennen, sport in zijn algemeenheid, een motorfiets die voorbij komt of naar je toe komt. Allemaal voorbeelden van bewegende onderwerpen waarbij de camera dus zorgt dat jouw onderwerp in de scherpte blijft. Dan is er ook vaak op de camera's nog een instelling die heet dan iets als AFA. En de A die staat heel vaak voor automatisch. En dat betekent dat de camera dan eigenlijk zelf gaat kiezen tussen AFS en AFC. Dus afhankelijk van de gebeurtenissen voor je camera, kiest de camera of ik neem single shot of ik ga het onderwerp volgen. Mijn persoonlijke voorkeur heeft het niet. Ik denk namelijk dat jij als fotograaf zelf weet waar je mee bezig bent, wat jouw onderwerp gaat doen en dat je dus zelf heel goed de keuze kunt maken tussen AFS en AFC. Maar weet dat die mogelijkheid bestaat en je kunt er gebruik van maken. Onder sommige omstandigheden kan het juist heel fijn zijn om handmatig scherp te stellen. Dat is bijvoorbeeld bij macro soms het geval. Want bij macro is het scherptediepte-gebied zo klein dat de camera soms moeite heeft om dat precies voor jou in te stellen. Want neem een insect. Als je scherp wilt stellen op de ogen, dan voordat je het weet wordt de scherpstelling niet op het kopje gelegd, maar op het lijfje gelegd. En dan kan dat bij zo'n hele kleine scherpte diepte al onscherpte op de ogen geven. En ja, een macro-opname, maar ook portretten zeg maar, van mensen en dieren, als de ogen niet scherp zijn, dan is het niet goed. Maar ook onder bepaalde lichtomstandigheden. Dus als er bijvoorbeeld in de scène die je wilt fotograferen heel weinig contrast aanwezig is, dan kan de camera moeite hebben met scherpstellen. En dan kan het ook handig zijn om de handmatige, de manual autofocus te gebruiken. Als we het hebben over scherpstelpunten, dan maken we onderscheid tussen bijvoorbeeld één punt of een kleine zone met een aantal scherpstelpunten, een iets grotere zone met scherpstelpunten of zelfs het hele zoekerbeeld of een groot deel van het zoekerbeeld met veel meer scherpstelpunten. En wanneer gebruik je nou welke?
We kunnen bij het scherpstellen onderscheid maken tussen scherpstelpunten. Eén scherpstelpunt, een aantal scherpstelpunten in een zone, of misschien wel alle scherpstelpunten actief laten zijn tijdens het fotograferen. Als je één scherpstelpunt gebruikt, dan heb je daarbij de maximale controle over waar de scherpte komt te liggen. En dat is weer iets wat je ook heel goed kunt gebruiken bij het fotograferen van stilstaande objecten. Als je kiest voor een zone met een aantal scherpstelpunten, dan gaat de camera dus niet alleen op dat punt kijken, maar ook op een aantal punten die daaromheen liggen. Daardoor is het in sommige gevallen gemakkelijker om de scherpstelling te behouden. Hè? Dus bijvoorbeeld als een onderwerp een klein beetje beweegt. En je kunt ook gebruik maken van bijna alle of alle scherpstelpunten die er in de camera zijn ingebouwd. Waarbij de camera automatisch laat kiezen waar dan de scherpstelling moet liggen. Dat is soms een beetje tricky, want het kan zijn dat de camera de scherpstelling legt op een punt wat jij eigenlijk niet zou willen. Maar in combinatie met bijvoorbeeld onderwerpherkenning, hè, zoals vogeldetectie of vliegtuig, dan kan het juist heel erg goed zijn. En dan is de camera daarmee heel goed in staat, zelfs sneller dan dat jij dat zelf zou kunnen, om de scherpstelling op het juiste plekje neer te leggen. Hele moderne camera's, vooral de systeemcamera's die de laatste jaren op de markt zijn gekomen, zijn uitgerust met onderwerpdetectie. Je kunt dat in je menu opzoeken en instellen. En bij onderwerpdetectie kun je dus denken aan vogeldetectie, het herkennen van mensen, het herkennen van voertuigen zoals treinen of vliegtuigen. Oogherkenning zelfs bij dieren en bij mensen. En die onderwerpdetectie die kan jou ontzettend goed helpen. Omdat die camera natuurlijk heel goed in staat is door die AI die daar is ingebouwd. Om heel goed, maar ook heel snel dat onderwerp te vinden in de zoeker en dat te gaan volgen. Je moet het dan wel gebruiken natuurlijk in combinatie met AFC, dus met continue scherpstelling. Dus onderwerpdetectie is een fantastisch hulpmiddel. En als jouw camera daarmee is uitgerust, gebruik het. Dan zouden we een aantal voorbeelden kunnen benoemen. Neem portretfotografie. Als je een portret fotografeert, dan kan AFS, dus de single shot autofocus, in combinatie met een punt autofocus jouw hele goede diensten bewijzen. En uiteraard, als jouw camera is uitgerust met gezichtherkenning of met oogdetectie, zet dat aan, want dan zorgt de camera ervoor dat de scherpstelling op het oog komt te liggen. Bij het fotograferen van sportactiviteiten of dieren, die natuurlijk ook niet stil blijven zitten op het moment dat jij dat wilt en andersom, is juist AFC een hele goede keuze. En ook daarvoor geldt, als je AFC gebruikt en jouw toestel is uitgerust met onderwerpdetectie, dus die kan bepaalde dieren of vogels herkennen, of mensen gezichten herkennen, want dat kan bij sport ook heel zinvol zijn, gebruik dan die technologie. AFC en een iets grotere zone instelling is eigenlijk wel het meest voor de hand liggend dan bij deze vorm van fotografie. Stel je bent op vakantie en je loopt in een prachtig stadje en je gaat daar fotograferen. Nou, dan is eigenlijk heel vaak AFS met een middelgrote zone instelling van je blokjes een hele goede keuze. Bij het fotograferen van snel bewegende onderwerpen, dus denk bijvoorbeeld aan vogels in vlucht, uiteraard AFC. Uiteraard een grote zone met veel scherpstelblokjes actief. En als jouw camera daarmee is uitgerust, vogeldetectie. Samenvattend, AFS voor stilstaande onderwerpen, AFC voor bewegende onderwerpen, enkele blokjes voor nauwkeurige scherpstelling op een bepaalde plek, meerdere in zone gegroepeerde scherpstelpunten gebruiken, juist bij lichtbewegende onderwerpen
of bij flink bewegende onderwerpen en vaak in combinatie dan met die onderwerpdetectie. Wat belangrijk is, ervaring opdoen. Dus fotografeer verschillende onderwerpen met verschillende autofocusinstellingen. Zie wat de camera doet. Zie welke verschillende resultaten je krijgt. En leer ook vooral wat voor jou het beste werkt. En welke autofocus systeem samen met welke punten en soms met welke AI samen voor jou de beste resultaten geeft. Vond je dit een leuke video en heb je er iets aan? Like dan het kanaal, abonneer op het kanaal. En als je nog meer wilt weten over bijvoorbeeld scherpstellen, laat het me weten in de show notes, in de comments. En wellicht dat ik jouw vraag kan beantwoorden of dat ik daar een nieuwe video over kan maken. Dit was het voor deze keer. Graag tot de volgende keer. En denk erom, experimenteer en leer van je fouten. Hoi!